Goedendag allemaal. Heel leuk dat jullie weer kijken naar de... Nou, dit is geen livestream deze keer, maar naar een bemoedigingsmoment. Ik mag hier samen in de studio zitten met Marta Beukema. We hebben een oproep gedaan voor mensen die iets wilden vertellen aan andere WLG'ers. En Marta reageerde daarop. Dus we hebben haar uitgenodigd om samen bij ons in de studio te komen om haar verhaal te vertellen. Van harte welkom, Marta. Leuk dat je hier bent. Dankjewel, Carleen. Leuk om hier te zijn. Ja, want hoe gaat het met jou op dit moment? Ja, eigenlijk wel goed. Maar ik ben net als heel veel soms ook wel een beetje zat van deze situatie. Dat kan ik me voorstellen. Dat zal voor iedereen hetzelfde zijn. Ja, het dus ja. Maar voor de rest gaat het goed. Ja, goed ja. Om te horen. Want wat betekent deze periode voor jou en jouw werk en voor het werk van Rijpke, je man? Nou, voor mij, ik begeleid mensen met beperking en daar mogen we nu niet heen. Dus dat moet allemaal telefonisch en dat is best wel heel lastig. Yeah. Want ook hun dagbesteding is weggevallen. En Rijpke is gewoon nog aan het werk. Dus we, zeker in de eerste periode was het wel even lastig schakelen. Want ik zat in een heel andere nieuwe fase als Rijpke. Die leefde gewoon door zoals hij voorheen ook deed. Ja. En die moest ik er steeds bewust van maken. Van we zitten in een andere flow. Ja, daar moest hij echt wel even ook aan wennen. Daar moest hij zeker aan wennen, ja. Maar inmiddels zijn jullie weer bij elkaar en is hij ook doordrongen van... Ja, we zijn ook niet uit elkaar geweest. Maar hij is er nu wel van doordrongen van... Zo werkt het dan toch, hè? Ja, maar dat zijn wel echt de speldenprikken van de eerste weken... Ja. Waar je je weg in moet vinden. Ja, ja. Die zijn nu eigenlijk voorbij. Ja. En je bent nou met elkaar eraan gewend om, om te leven zoals het nu is. Ja. Dit is het normale leven nu geworden. Ja. En wat betekent dit voor jou? Hoe zie jij ook God hierin werken? Nee, in het begin vond ik het heel lastig. Mm. In het begin had ik echt zoiets van... we moeten thuis blijven, kunnen geen kant op. En hoe ga je hiermee om? En dat vond ik best wel lastig. En ik merkte ook na zo'n 2 weken van... angst dreigt een beetje bezit van mij te gaan nemen. Ja. En dat was iets wat ik absoluut niet wilde. En afgezien dat ik al in een eerdere fase in mijn leven zelf in quarantaine ben geweest. Mm-hmm. Toen ik van onze Eline 1,5 jaar in het ziekenhuis heb gelegen. Ineens kwamen al die herinneringen van toen weer naar boven. Yeah. Merkte ik ook dat ik eerder ook heel veel wel angst heb gekend. Ook met ziekte en dood. En waarvan ik bevrijd was. En dat ik dacht van dit wil niet weer dat dit bezit van mij gaat nemen. Dus dat was met name de eerste weken wel een worsteling in mij. En tegelijkertijd ook van ik heb een keer eerder in quarantaine geweest van... hoe was het toen en hoe kan het nu voor mij zijn? Yeah. Ik heb uiteindelijk wel heel veel God gezocht. En ik heb echt in mijn gebed heel vaak gezegd van... Heer, ik strijk onze deurposten met uw bloed als uw bescherming... zoals het volk Israël ook moest doen... Zodat de engel des doods voorbij ging. Yeah. En of we deze corona nu als een engel des doods moeten zien... Of zo, dat weet ik niet, maar voor mij was het wel even heel reëel. Yeah. En ik wilde niet dat die angst binnenkwam. Nee. En ik merkte dat hoe meer ik God daarin zocht... hoe meer rust en vrede er kwam... en hoe ik steeds meer op een natuurlijke manier... met het nieuwe normaal kon omgaan. Ja. Yeah. En maar ik dacht van, zo snel kan het dus gaan door deze crisis die op je afkomt. Yeah. Dat je zo ook weer door angst bevangen kan worden. Yeah. En natuurlijk is dat niet nu is het wel rustig. Maar je moet je er steeds wel weer aan onderwerpen. Mm-hmm. En steeds weer God daarin zoeken. Ja. Yeah. Want als we het hebben over die angst, hoe heb jij die ervaren? Want je zegt al even snel in de tijd van de geboorte van onze dochter Eline. Hoe heb jij toen angst ervaren? Wat is er toen gebeurd waardoor je merkte, dit is echt angst die nu in mijn leven binnenkomt? Nou, toen was het heel erg van, wij hadden al 5 miskramen gehad en we hadden al een kindje van 22 weken verloren. En Eline was onze 7e zwangerschap. Yeah. En de angst om weer een kind te verliezen, die was heel groot. Yeah. En ik durfde mij ook niet aan haar te binden. Yeah. En dan heb je echt met angst te maken. Terwijl anderen om je heen kunnen zeggen van... nou, maar dat gaat nu goed komen. En dacht ik heel vaak van, dat kun je wel zeggen. Maar dat is al vaker gezegd. Yeah. En...
En ik had toen ook niet die persoonlijke relatie met God die er nu wel is. Ja. Dus dat maakt het ook dat je weet ook niet goed waar je op terug kan vallen. Je valt veel meer terug op het aardse. Ja. En ik weet dat Rijpke in die periode heel moeilijk of eigenlijk helemaal niet meer kon bidden. Hmm. Die had zoiets van, nou, ik weet het allemaal niet meer. Nee. En nu is dat toch anders, dat je toch, doordat je God persoonlijk hebt leren kennen, dat hij voor echt, dat je weet dat hij er echt is, heeft de waarheid, de angst verdreven. Ja. We zingen heel makkelijk, we hebben vanmorgen nog gezongen, ik ben geen slaaf van angst, maar mm-hmm. ik ben een kind van God. En dat is een prachtig lied. Maar zolang als we dat niet in ons hart ook ervaren, is het een heel leeg lied. Ja. Ja, dus toen heb je die angst, in die tijd zeg maar, kreeg die wortel ook echt in jouw leven. En je zegt dat daarna kreeg je een persoonlijke relatie met God en heb je ook heel erg die angst onder ogen gezien en heb je Gods waarheid daartegenover leren zetten. Maar toen kwam deze situatie 6 weken geleden en toen proefde jij ergens weer die angst waardoor jij terugdacht aan die tijd. Ja, die angst waarvan je denkt van, oh ja, dat voelt even weer zoals toen. Maar ook van, maar wat is dan ook belangrijk? Want we hebben ook van, denk om elkaar en doe even een appje, een mailtje. Ja. En ook dat soort dingen. Voor mij was toen bezoek en post en eten waren van die 3 highlights momenten op een dag. Daar leefde je voor, maar dat bracht ook de buitenwereld naar binnen. Ja. Die voor mij afgesloten was. Ja. En er zitten natuurlijk best heel veel mensen in een kwetsbare gezondheid. Die zitten thuis. Mm-hmm. En eenzaamheid, alleenstaanden. Hoe kun je een ander toch benaderen? Ja. Simpel kaartje, ook gemeenteleden die we heel lang niet zien. Een appje, een kaartje. Je hoort iets, toch even laten weten van, je kan niet naar een verjaardag, je kan een bloemetje mm-hmm. sturen. En ook die herinneringen kwamen naar boven van, hey, hoe belangrijk is het als je in quarantaine zit? Ja. Waar kan je iemand mee bemoedigen? Ja. Ja, dus dat hielp jou nu ook heel erg om direct ook naar de ander uit te stappen. Ja. En te zeggen, oh ja, maar nou wil ik er ook voor die ander zijn. Ja. Want ik weet hoe fijn ik dat toen zelf vond. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Gaaf hoor. Ja. Mooi om te horen. Ja, ja, en voor mij was Psalm 23 kwam ook heel erg naar boven. Dat is natuurlijk een hele, ik heb al een tijdje gezegd, het is een beetje een afgezaagde psalm. Om mensen die niet zo met de kerk betrokken zijn, maar toch iets nog van religie willen hebben, pakken ze Psalm 23. Mm. Maar toen ik in 2015 wist dat ik mijn baan zou verliezen en helemaal teruggewerpen werd op mezelf. En uiteindelijk ook geen werk meer hield, mm-hmm. kwam steeds Psalm 23 naar boven. En Psalm 23 zegt heel mooi van, de Heer is mijn herder, hij ontbreekt mij aan niets. En ik ben daar eigenlijk mee aan de slag gegaan van, wat betekent dat eigenlijk? En Wilke van der Kam heeft er een prachtig boek over geschreven. Sela heeft er een lied van gemaakt. Maar juist in deze crisistijd blijft die waarheid staan. De Heer is mijn herder, het zal ons aan niets ontbreken. Nee. En dan kun je dan heel praktisch maken van, ook al heb ik geen baan meer, mm-hmm. toch blijft die psalm staan. Ook al word ik ziek, toch blijft die psalm staan. En vul maar in, wat voor situatie het ook is. Ja. En daarmee wil ik het niet wegbagatelliseren hoe moeilijk het voor sommigen kan zijn. Hoe moeilijk het voor mij, voor jou kan zijn. Mm-hmm. Maar toch, dit blijft wel staan. Ja. Juist ook het stukje, er blijft verder niets over. Precies. Dus wat is er dan nog? Wat is dan je basis? Ja. Dat je ervaart dat je daar zo op wordt teruggeworpen. Ja. En wij zeggen heel vaak, als christen kunnen we het verschil maken. Maar heel vaak laten we het liggen. Ja. En ik denk dat wij nu als christen, als kerk, het verschil kunnen maken. Ja. Om te laten zien, wat is ons fundament? Mm-hmm. Greta zei het in haar getuigenis van, Jezus is ons fundament. Nou, Jezus moet ons fundament zijn. Mm-hmm. Dan kun je angsten overwinnen. Dan kun je een crisis als deze aan. Ja. En daarmee hoef je het niet weg te bagatelliseren. Maar kun je wel laten zien wat het voor jou betekent. Ja. En deze tijd nu thuis. Ik luister heel veel preken. Ik bestudeer de Bijbel. Meer tijd voor gebed. Maar ook heerlijk in de tuin werken en wandelen. En facetimen met de kleinkinderen. En met mijn moeder. En mm-hmm. Appen met mijn broers en zussen. Dat zijn allemaal de hele natuurlijke dingen. Ja. En dat maakt het dat je op die manier er doorheen gaat. Ja,
Ja, mooi. Goed om te horen. Ja. Ik wou eigenlijk nog vragen, wat is nou nog je tip voor de mensen die hier naar kijken? En hoe zou je ze daarin mee willen nemen? Maar eigenlijk geef je net allerlei al voorbeelden hoe jij het zelf doet. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dat ook als tip mee zou geven aan de kijkers. Ja, en maar ik ben ook reëel. Er zijn ook momenten, de ene dag is het heel, heel goed. En de andere dag denk ik van, oh man, het komt gewoon op me af. Mm-hmm. Omdat ik veel nu thuis ben. En juist dan is het goed om dingen te gaan doen. Ik heb alle dagen Groot Nieuws Radio aan. Dat vind ik heerlijk. Om dingen te horen, liederen te horen, ook interviews. Wat ik al zei, zelf het woord gaan bestuderen. Maar ook gewoon praktische dingen. Ja. En ik denk dat het ook, wat ik als tip mee zou willen geven, als je er even doorheen zit en de dingen die je hebt gedaan zijn niet genoeg, bel iemand. Mm. Ik heb ook wel iemand in mijn omgeving die alleen is en die het best lastig vindt. Die van, nou, je mag altijd bellen. Ja. Ja. En dat klinkt heel simpel en dat is soms wel voor iemand een drempel, maar wees er gewoon voor elkaar. Ja. Ik heb nu in een hele bizarre periode ineens weer intensief contact met mijn broer. Contact was goed, maar niet zo intensief. Hmm. Maar dan simpele cake bakken. Ja. Ja, dat zijn dan soms de kleine dingen. Zijn de kleine dingen die je dan in zo zullen er heel veel mensen zijn die misschien ineens heel veel contacten weer hebben met mensen waarvan het contact misschien een beetje verwaterd was. Ja. En denk van, zie naar elkaar om en wezen voor elkaar. Ja, nou absoluut. En de gevolgen die dat ook kan hebben voor als dit voorbij is. Ja. Dat je dan eigenlijk dus relaties heel erg steviger bent gaan maken. Ja. Hoe dat dan straks door kan gaan. Ja. Nou, hoe gaaf is dat? Ja, iedere crisis neemt ook iets positiefs met zich mee. En, en die positieve dingen die ik dan nu ook zie in mijn eigen leven. Ja. Daar ben ik God ook heel dankbaar voor. En dat zal ergens voor zijn. Ja. En dat ergens, daar gaan we nog naartoe. Ja, precies. Dat weten we nu nog niet. Maar het beloofde land ligt eigenlijk voor ons. Ja. Maar dat zal anders zijn als wat het geweest is. Ja. Want we worden nu allemaal bepaald bij het feit dat leven niet maakbaar is. Nee, nou, dat is zeker. Ja. Ja. Heb je nog een laatste iets wat je met ons wilt delen? Nou, ik wilde eigenlijk wel Psalm 121 voorlezen. Ja, dat mag zeker. Ik zei al dat ik werk met mensen met een beperking. En een van mijn cliënten die zegt altijd naar het telefoongesprek die we iedere dag hebben. Dan zegt hij op zijn Gronings van Marta, naar boven kijken, hè? Oh ja. 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 En hij zegt van, door woont onze papa. Ja, door woont onze papa. Ja. En dan zeg ik altijd van, Psalm 121. Die wilde ik graag lezen. Ja, heel graag. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren je wachten. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan de rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Ik hoorde ooit een keer een spreekster binnen Aglo, waar ik ook wel deel van ben, zeggen, in de hemel is geen paniek. En die woorden komen ook heel vaak bij mij naar boven. Als je even weer in onrust komt of onrust op je afdreigt te komen. In de hemel is geen paniek. God heeft alles in zijn hand. Ja, en zo is het. En daarmee sluit ik ook graag af. God heeft alles in zijn hand. Als er nou dingen zijn waar je mee rondloopt, waarvan je echt denkt, ook misschien juist door het verhaal van Marta, dat heeft me geraakt wat ze zegt. Neem dan vooral contact met ons op. Stuur een mailtje naar de gemeente of bel eventjes. Laat van je horen. Want wat Marta ook zegt, we hebben allemaal iemand nodig. God is altijd bij jou, maar soms heb je in het heetst van de strijd iemand nodig die gewoon naar je luistert. Schroom niet en neem dan contact op. God zegen en graag tot de volgende keer. Dankjewel Marta. With a melody, you surround.
song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. No longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Family, your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer. God. And I'm no longer a slave.